Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Beef. Ik ben Litenel, oftewel Jeff. En zoals je ziet moest ik respawnen. En dat komt eigenlijk doordat die klote zombies me allemaal weer gingen aanvallen. We gaan even op zoek naar mijn huis, want ja, mijn fakkels liggen er ook weer. En in ene kwam er een andere lilliputter zombie aan. Loopt er nou alweer eentje daar al. En ja, die lilliputter zombie die haalde meteen zijn broeder bij. Ik weet ook niet waarom. Wat de fuck doet hij daar? Maar ja, toen ging ik eigenlijk meteen al dood. En ik denk niet dat ik dit ook heel lang ga volhouden. Maar we gaan gewoon zien wat er gebeurt. Ik heb maar een paar fakkels neer kunnen zetten. Ik denk een stuk of twee. Kijk, hier is het. En ik word helemaal gek van die gasten. Moet je kijken, en al mijn spullen leggen daar ook. Wat is wijsheid? Wat kunnen we doen? Ik denk dat ik gewoon even een gat hier ga graven. Dat ik in ieder geval mijn eigen opsluiten. Oh, dat schiet niet erg op. Dan wacht ik gewoon dat die kutzombies weg zijn. Ja, toch niet dan? Nou, graven verdoor. Goed zo. Daar ben ik blij mee. Oh man, wat ben ik daar blij mee. Kom, breek, breek, breek. Klootzak. Ik ben hier. Hey! Hij raakt me gewoon nog, hè? What the fuck raak je me, joh? Nou, we spitten gewoon even verder. We laten die zombie gewoon even links leggen. Want, ja, ik had al wat fakkels. Het ligt allemaal bij die kippenfarm. Die kippenboerderij, zeg maar. En ik had al wat dingetjes gesprokkeld. En het is gewoon helaas niet anders, weet je. Ik moet gewoon eventjes wat spulletjes hebben. En dan kon ik, ja, ik had ook nog een zwaard gemaakt. En als ze dan een zwaard hebben, dan kon ik ze in ieder geval aanvallen. Maar ja, ze haalden meteen, die lilliputter, die haalden meteen zijn broer erbij of zijn vader, weet ik van wat het was. Ik denk dat zijn broer was, weet ik van wat. En ja, ze begonnen meteen allemaal op één te hakken. En ook kwam er zo'n skeletterman boy kwam eraan. En die begonnen meteen pijlen op me te schieten, want die durft gewoon niet met zijn blote handen. Oh, het is allemaal heel vervelend. Maar goed, we zouden hier toch naar binnen gaan. Het duurt alleen een tijdje, want ja, het wordt nog steeds geen licht. Dat is wel heel jammer. We zijn wel vrij in het begin van Afrika dood. En dat was wel heel erg zuur. Ik weet niet of ze nou achter me kunnen komen. Kijk, nou verbrand je, nou doe je nu zo stoer. Nou, in ieder geval even wat dit en even van dat. Even kijken hoe het met mijn kippenboerderij is. Oh, jullie gaan gewoon niet dood. Dan leg ik helemaal geen spullen van me hier aan. Godsamme, dat heb ik weer. Nou, dit hebben die groen dingen weer allemaal gesloopt. Zonde, want ze maken bij alles te barsten, die beesten. Maar goed, we gaan even kijken om zo snel mogelijk dat we wat hout kunnen regelen. Want dan kunnen we in ieder geval die fakkels plaatsen. Zodat ze niet zo dicht bij me in de buurt komen meer. Ik dacht ik een spin hoorde. Maar goed, het is even niet anders. Ik had het ook al verteld in de vorige aflevering. Ik ben nog niet zo heel erg goed in Minecraft. Niet met al die fucking zombies in ieder geval. Gelukkig speel ik hem ook niet op hardcore mode, want dan, ja, dan is het helemaal zuur. Even kijken hoor, we gaan dit een beetje dichtgooien, want anders... Als ik hout wil halen, loop ik constant loop ik in het water te etteren. Ik vind water wel leuk, maar niet s'nachts, weet je. Zo. Nou, dan kunnen we hier al eventjes dat van maken. Oh, zo moeten we dat doen. Daar maken we een paar stokjes van. Zo. Gaat goed. Hoppakee. Die hebben we nodig. Voor de, in ieder geval voor de, godsamme, hebben we nog een held nodig. Die hadden we in ieder geval nodig voor die kool te hakken. Gaan we nog even wat hout halen voor een bijl. Dat is wel heel erg makkelijk natuurlijk als we een bijl hebben. Ik had ook wat kippen al gesprokkeld, maar ja, die zijn natuurlijk ook weer opgevreten. Zombies, vuile ratten, dat zei het. En ik had zoiets aan het einde, weet je wat, ik spring daar al erin bij die kippen spring ik er dan in. En dan
Ja, dan kunnen ze hem in ieder geval niet pakken, die monsters. Maar helaas, ik sprong erin en of ik viel er eigenlijk in en ja, het barsten van de zombies daarbinnen. Dat heb ik weer. Die mazzel hebben wij altijd. Die hadden we nodig. Dat is een bijl, ja. En een zwaard. Een houten zwaard, dat schiet niet op. Dus we gaan even... Nou, we gaan gewoon even wat hakken, want... Hak, hakken, puf, puf. Boompie alles. Ja, dat gaat al iets sneller. Ik hoor de hele tijd de spin, maar ik weet niet waar die zit. Zo dat ik wel ergens naar beneden kom te vallen, weet je, dat rotbeest. Dan zal hem wel weer aanvallen. Die mazzel heb ik altijd. Nou, ik denk dat we zo toch wel een beetje hout genoeg hebben. Nou, die bomen die vallen vanzelf om. Even kijken, want we hebben die nodig. Want hier had ik kool gevonden. Het is nou nog licht en nu heb ik ook even meer de tijd. De vorige keer had ik een beetje weinig tijd om die fakkels allemaal te plaatsen. Hier had ik al kool gevonden. Gelukkig maar. Om fakkels te kunnen maken. Ook ga ik eens even kijken of ik die kippen een beetje op kan fokken, weet je. Dat ze ja, wat eieren gaan leggen. Want met die eieren kunnen we weer wat maken. En ook kunnen we daar weer kippen van krijgen. Dus hoe meer kippen we hebben, dan kan ik er af en toe nog eens eentje slachten om te vreten. Hoe beter het is natuurlijk. Zo lekker hoor. Kooltjes. Ik denk dat kool eigenlijk ook wel heel belangrijk is. Want ja, met kool heb je natuurlijk een keer licht maken. Ik heb dit ook wel eens aan mijn meisje proberen uit te leggen. Van, nou, het is misschien leuk omdat je ook dan even gaat minecraften, weet je wel. Maar jou slaan ik gewoon even dood. Want, kom hier. Heb ik in ieder geval een kippie om te eten straks. Fakkels. Dan gaan we ons eerst even plaatsen. Dat lijkt me wel het slimste en het wijstste. Wijstusteste. Oh, gooi ik het weer weg. Blijf ik het gewoon uithalen. Ja, we zitten gewoon hier even. Hoppatee. Hoppatee. Hey, appels. Beter. Beter hoer. Beter hoer. Beter hoerie. Hoppatee. Nou. Dan gaan we nog wat boompjes plaatsen straks. Ik weet niet tot hoe ver ik het allemaal moet zetten, die... Hey, mooi schaap, kom hier. Even bijltje erbij. En dan kan ik een bed maken. En wat eieren. Oh, kijk, er gaat... Het zit barstens vol hier al met kippen. Dat is wel lekker. Dit is nieuw, hè. Dit is Minecraft 1.6, zeg ik het goed. Wat gebeurt er? Ben je nou mijn vriend? Kom eens. Nee. Ik ging ze net in elkaar. Even kijken wat voor eten ik daarvan krijg. Ik krijg er helemaal niks van. Wauw. Nou, het schijnt dat je met zo'n paard dat je dan heel ver kan lopen. Of heel hard kan lopen, laat ik het zo zeggen. Voor een bed heb je 3 schaap nodig, geloof ik. 3 keer wol. Zo. Ik heb even eten nodig. Kom eens even. Sterf jij ook. Kom hier. Vervelend, vervelende kutkip. Ik heb vorige keer ook een ruzie met je broertje en zo. Kom, volg mij, kippetjes. Lekker een natte kippen. Lekker wat nog gras hakken, dat hebben we ook nodig. Nou, dit... Nee, die kan ik niet lokken. Die kan ik alleen lokken met mijn... Ik denk met, hoe noem je dat, wood of zo, woodstock of zo. Kom, alle kippen, volg mij, we doen de kippendans. Kom maar, kom maar. Hele kudde hebben we ondertussen. Hierna ga ik alweer dood. Kom, jij ook. Ja, je moet het even koken, dan krijg je meer. Ja, weet ik, maar... Heb ik allemaal nog niet. Zo. Kom, volg ons. Kippie, kippie. Dan zal ik eens even wat maken en dan drop ik jullie erin. Wat is wijsheid? Zal ik hier gewoon wat brouwen?
Nou, dan kan ik hier gewoon even twee diep moeten, hier, dan kunnen ze er ieder geval niet uitvinden. Zo. Een keer had ik hem al gemaakt aan de andere kant van het water. Kut. Waar zijn die kippen nou weer? Kom. Hier hebben we er eentje. Hier staan ze allemaal. Moet ik ze aan blijven kijken of zo? Kom, kom, kom. Kippie, kippie. Jij ook. Kippie, kom. Kom maar hoor. Ja. Krijg je eten van oma Jeff. Kom maar. Stop ik je in een gat. Kom maar, kom maar, kom maar, kippie. Kijk, dat gaat goed. Dit gaat heel goed. Zie je? Ik ben er al best pro in. Kom dan. Laat die ei vallen. Goed zo. Wat een eikels. Nee, niet eruit gaan. Dat is dan niet de bedoeling. Zo. We hebben in ieder geval ja, wat kippies georganiseerd. We gaan die fakkels nog even plaatsen. Daar staat al. Nou, doen we hier ook nog even eentje. Ik weet niet tot hoe ver ik het, dat zei ik net ook al volgens mij. Ik weet niet tot hoe ver ik al die fakkels moet plaatsen. Maar we doen gewoon een groot gebied. We hebben er nog 33, dus... Ik heb er een hekel aan als die zombies in één achter me staan of zo. Er zit echt heel veel dieren zitten er, hè? Dat valt me wel op. Zo, ik denk niet dat ze op het water spawnen. Nee, toch? Het zat er niet. Maar goed, zo hebben we nog wel een beetje ruimte om in ieder geval even te lopen. Zo. Moeten we hier bovenop nog wat doen? Lijkt me wel. Nou, dit een beetje afbakeren zo. Echt, daar heb ik zo'n hekel aan, aan die klote zombies. Nou, we hopen dat het zo'n beetje is opgelost. Dat we er zo niet zo heel veel last van hebben. Hehe. En het is voor mij ook wel makkelijk, want dan kan ik in ieder geval weer mijn plekje terugvinden. Wat gebeurt er nou? Een fakkel brandt niet in het water. Heel raar. Kijk, hier heb ik ook wel wat kippies. Ja, kippie, kippie, hè. Weet je, ik ga jullie van doodslaan. Ik hou gewoon alles op één plek. Dat lijkt mij het makkelijkste. Ja, jullie hebben niet zo goed je best gedaan met die eieren, hè? Nee! Dus dan moet je dood, hè? Ja! Even kijken, we zijn ondertussen alweer 12 minuten onderweg. Ik hou het gewoon even op een minuut of 15. Even kijken. Even wat eten, dan sterf ik niet. Het gaat wel heel snel trouwens qua eten, weet je. Dat gaat echt... ik ga zo eerst even een zo'n barbecue bouwen. En dan kunnen we in ieder geval eventjes wat eten organiseren. Nou, fakkels erbij, zo. Hiero, 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 hiero. En daaro en hiero. Man, wat ben ik toch goed. Hier al. En hier. Nou, even wat bomen planten. Daar eentje. Wat saaie aflevering, Jeff. Ja, we doen hem hier aan het water. Misschien wordt hij dan wel heel groot. Zo. Laat ook even weten, jongens, of jullie het allemaal leuk vinden. Weet je, dit... wat ik allemaal doe en wat ik maak en... Even kijken. We hadden nog wat kool nodig. Nou, ik ga gewoon die bunker hier ook hier van de bunker maken zo. Ik was bovenal begonnen, maar ja, daar vond ik toch niks. Ik moet even een lampje hebben in ieder geval. Anders haal ik er gewoon twee van buiten af. Zo. En dan wat ik ook kan doen, ik kan mijn huis ook half maken. Hè? Half in de berg en half. De buiten, zeg maar. Nou, nog een beetje mazzel hebben, dan kunnen we... Maak het hier even wat groter, zo direct. En dan maak ik daar ook een trap naar beneden. Want ik denk dat je onderin meer kans maakt op... kool dan... ja, de laag waar ik nu zit. Zo, 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 zo. Wat ben ik toch goed lekker bezig. Echt heel goed. Goed hoor. Ja.
Nou, we maken dit even af. Dan drop ik er even een lampje in. Nou, hij is al stuk. We halen even een lampje van buiten af. En dan, ja, zou ik zeggen, kijk naar de volgende aflevering. Daar komt alles dik in orde. Zou je zien, de spawn is hier, die klote zombies. Even kijken hoor. Ik zet even hier een lamp neer. Ik kan deze wel weg. In ieder geval één lampje binnen en dat scheelt alweer. Hoppa. Ik zou zeggen jongens, bedankt weer voor het kijken. We gaan zo direct hier al een tunnel maken naar beneden. En dan in de hoop dat we de end kunnen vinden. In ieder geval wat kool, want dat lijkt me wel heel erg makkelijk. Ik zou zeggen bedankt en tot later. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. En dan spreek ik jullie weer tot de volgende keer.